Normaal hebben ze vandaag vergelijkbaar weer als zo rond tussen de 10 en de 15 graden, vergelijkbaar met de andere testen. De rijmstesten dat ik al gedaan heb met deze, met de SRF. Dus ik ga proberen van met de Energica te gaan testrijden. En nu. Ja, kijk, ik sta hier langs de snelweg. Allee, niet langs de snelweg, voor de oprit nog van de snelweg. Ik ga zo meteen de snelweg oprijden met mijn Energica deze keer. Ja, het is hier veel lawaai. Maar ik ga dus hier de snelweg oprijden met de Energica om de range test te doen. Deze die ik met Zero ook al gedaan heb. Juist dezelfde range test. Nu, ik heb nog altijd in totaal nog maar 130 km gereden met deze motor. Dus dat is nog altijd. Ik ben altijd aan het inrijden. Ik heb hem nog maar één keer echt volledig opgeladen. Ah ja, ik kan hem ook niet in eco zetten, omdat hem dan beperkt is tot 90 km per uur. En mijn test is 100 km per uur, dus ik ga hem niet in eco zetten. Maar anders dan dat kan ik hem wel. Ik ga hem dus gewoon in, ik ga hem ook niet in sport zetten natuurlijk. Maar op zich rij ik een constante snelheid. Dezelfde vergelijkbare rechte zithouding en zo, dat is allemaal identiek. In theorie, als mijn 0 120 kan, dan kan ik met deze dus 180. En 180 is toevallig ook het cijfer dat Energica zelf opgeeft. Dus ja, we zullen zien of dat ze gelijk hebben met dat cijfer. Ja, heel vreemd. Daarnet toen ik vertrokken was, was hem volledig opgeladen. Dus ik heb hem thuis aan de stekker gelegd en daar volledig laten opladen. En als hem volledig opgeladen is, dan neemt hem eigenlijk uw regen weg tijdelijk. Dus dan moet je meer uw remmen gebruiken, omdat er geen plaats is voor de extra stroom of zo. Ja, kijk, ik ben net terug van de rit op de snelweg met de Energica. Ja, kijk, ik ben een beetje verder gaan staan nu, want ik ben al de snelweg is waar dat die windmolens achter mij. Als je die windmolens kunt zien, eigenlijk de top daar, de horizon daar is die snelweg. Ik ben al terug ondertussen. En er zijn toch een paar opvallende dingen gebeurd. Waar zal ik beginnen? Ja, ten eerste de cruise control. We zullen beginnen met de cruise control. Ik kom, nou nu gaat het, maar ik kreeg die knop niet ingeduwd. Al rijdend. Dus dat is één akkefietje. Nu ja, ik zeg het, de Zero heeft datzelfde probleem. Zeg. Dan de range. Ik heb een foto genomen als ik vertrok van het display en als ik toekwam. Allee, als ik mijn afstand afgelegd heb, dus ik zal die cijfers bekijken. Ik zal zo meteen die cijfers erin plakken en mijn Excel updaten. Maar het probleem is, ik heb dus met de hand op 100 km per uur blijven rijden, wat dat vrij goed ging. Maar op 100 km per uur kon ik eigenlijk reed ik zo goed als op dezelfde snelheid als het vrachtverkeer. Dus die 100 km, ze hadden mij daarvoor gewaarschuwd. Hè. Dat, allee, online hadden ze mij al laten weten dat dat nooit geen correct. Dat die 100 km dat dat veel te positief is, de snelheidsmeter op de Energica. Dus dat nooit geen correct vergelijking ging geven. En effectief, als ik 100 km op de teller reed, ja, dan denk dat ik in werkelijkheid iets meer dan 90 reed. Ja, veel rapper dan 95 zal ik niet gereden hebben, denk ik in werkelijkheid. Dus op zich, ja, dat maakt dan die cijfers dat eigenlijk niks waard is. Hè. Daar komt het op neer. Dus ik ga gewoon. Ik ga een update doen van die cijfers waarbij dat ik een vergelijk maak met de GPS. Dan ga ik gewoon met mijn. Dus ik heb die cijfers met mijn Zero al. Ik ga dan met de GPS bekijken hoe snel dat ik daarop rijd. En dan ga ik die GPS-snelheid op deze motorfiets ook aanhouden en de test opnieuw doen zo. Dan heb ik wel een vergelijk. Dus dat was iets dat opviel. En dan qua cijfer, ja, verbruik. Dus je kunt op je display kunt zien hoeveel je aan het verbruiken bent. En daarbij viel mij op bij de. Ja, dus. Wacht, dan moet je gewoon. Hier, dat is over tijd. Het is kilowattuur per 100. Bij die Mercedes-Tesla was dat ook kilowattuur per 100 kilometer. Zero geeft het aan per kilometer. En wattuur. Deze, de Energica, die is bijna niet onder de 10 gegaan. Dus die zat bijna altijd ergens tussen de 10 en de 13. Dus wel niet, allee, over de hele rit is het hem bijna. Het is één punt waar ik echt een felle helling op moest. Daar is het hem heel kort even. Allee, dus over dat stukje dat ik die helling op moet. Maar dat is een helling van, het staat daar aan. Het is 4% of zo dat naar boven gaat. Dat is een vrij felle helling al. En daar even heeft hem tot 16 kWh per 100 km verbruikt. Maar over de rest, als we dat stukje even
negeren, dan heeft hem altijd tussen die 10 en die 13,8 maximum, zo tussen die grote orde verbruikt. Ja, natuurlijk, als je naar beneden rijdt, dan zakt hem wel ook naar 5 en 6 kWh per 100 km. En als ik de snelweg afreed, dus nu staat hem op gemiddeld 9,1 kWh per 100 km. Maar als ik de snelweg afreed, stond hem op een gemiddelde van, stond op dat moment op 10. En hij was, als ik mijn afrit naderde, was hem aan het zakken aan 9,5. Dus hij zat net niet aan de 10 kWh per 100 km. De range staat nu, als ik de snelweg afreed, dan stond de range nog altijd op 100 en de resterende range was iets van 104 of zo. Dus nog altijd in de 100 km. En de accu was net 170% gezakt. Ik denk dat hem op 68 stond of zo. Ik ga even die auto laten passeren. Daar hebben ze ook elektrisch als kabinetje. Heb je dat gezien? E-traveler van Peugeot. Maar ja, dus nu volgen nog de cijfers, hè.